Fractievoorzitter en raadslid van de Volkspartij Nissewaard heeft aangifte gedaan wegens huisvredebreuk tegen de gemeente Nissewaard en de burgemeester. Herrie in de tent dus. Burgemeester Van Oosten zegt signalen te hebben ontvangen over raadslid Van der Velde die hij niet kon negeren. De actie van twee gemeenteambtenaren die de zoon van het raadslid meemaakte, doet vermoeden dat het om de wettelijke eis gaat dat je woont in de gemeente waarvoor je in de raad zit. Mijn zoon deed de deur open en ambtenaren stonden eigenlijk gelijk op de mat. En voordat hij er eigenlijk erg in had, liepen ze door de gang heen en vertelden ze dat ze dus zeg maar wilden kijken of zijn vader hier was of hier woonde. Ja, ze hebben dus zich toegang verschaft tot alles. Ze hebben de slaapkamer willen zien, de badkamer willen zien, de huiskamer, het kantoor en dat. Ik was behoorlijk boos, want mij is geen toestemming gevraagd. Op dit bezoek van de ambtenaren van de gemeente Nissewaard volgden nog twee bezoeken aan de deur. Ook toen was Van der Velde niet thuis. Vier keer hebben we gevraagd om het dossier in te mogen zien, zodat we dus ook kunnen bepalen van wat is hier gebeurd en hoe is dit nou gegaan. Maar we krijgen niks. In ruggespraak met de FNV en het comité burgerrechten is aangifte gedaan van huisvredebreuk tegen de gemeente Nissewaard en de burgemeester. Het huisrecht is zo verankerd in onze rechtsstaat, daar moet je echt hele goede redenen voor hebben om daar inbreuk op te maken. Maar mijn cliënt zag op een gegeven moment geen andere mogelijkheid meer. Ook omdat hij, wat hij zelf ook heeft toegelicht, het grote trekt van joh, iedereen kan dit dan overkomen. En het ook grote trekt in de zin van hey, deze gemeente Nissewaard heeft zich al op heel veel andere privacygevoelige kwesties van een slechte kant laten zien. En zal waarschijnlijk niet voldoende in het vizier hebben van wat het betekent regels van privacy goed toe te passen, ook als overheid. De gemeente Nissewaard zegt niet op de hoogte te zijn van de aangifte. Justitie bevestigt ons dat deze is ontvangen.